Het komende half uur kunt u kijken naar aflevering 3 uit de serie PC Privé. Dames en heren, dit is de derde les van de Teliac-cursus PC Privé. Vandaag gaan we u uitleggen hoe het Teliac-softwareprogramma op systeem- of basisniveau werkt. Dit neemt een groot deel van deze les in beslag. Daarna maken we een begin met de uitleg van het tekstverwerkingsonderdeel van dit programma. En daar gaan we dan de volgende les mee verder. Maar allereerst komen we onze belofte na om u te laten zien hoe je een muis installeert. Zo'n muis maakt het werken met het Teliac-programma nog iets eenvoudiger. Muizen zijn tegenwoordig voor zo'n 100 gulden te koop, dus daarvoor hoeft u het niet te laten. We kennen twee soorten muizen. De bekendste is de seriële muis en deze kun je zonder meer in de seriële poort van de computer pluggen. Soms moet er een extra stekkertje tussen, maar dat wordt er meestal automatisch bijgeleverd. Is deze seriële poort al bezet, bijvoorbeeld door een bijzondere printer of een modem, dan is het verstandig een ander type muis aan te schaffen, de zogenaamde busmuis. Bij de busmuis maken we gebruik van een speciale kaart, een soort interfacekaart, die we in een vrije positie een vrij slot van de computer kunnen onderbrengen. Nadat we de kap hebben verwijderd, die schuif je eraf, en we verwijderen ook nog eens het lipje op de achterkant, kunnen we het kaartje in de vrije connector plaatsen. Die drukken we goed stevig aan, dat hij goed contact maakt. En hier achterop is dan de aansluiting waarop we de muis kunnen aansluiten. Als de muis één keer zit, dan kan die nog maar niet zonder meer zomaar worden gebruikt. Hij moet ook nog softwarematig geïnstalleerd worden. De computer moet immers weten dat hij gebruik moet maken van de muis. Bij iedere muis wordt daarom behalve een handleiding ook een softwareprogramma bijgeleverd. We laten u in een demonstratie zien hoe je dit gebruiksklaar kunt maken. We hebben de computer vanaf de harddisk opgestart. Als we een dir geven, zien we onder andere de command.com en de directory TS met de Teliac-software. Dan schakelen we nu over naar drive A en plaatsen daarin het muisprogramma. Bekijken we hiervan de directory met dir P, dan staan daarop een heleboel programma's die onder andere met de muisaansturing voor diverse softwareprogramma's te maken hebben. De gmouse.com is van al deze bestanden de belangrijkste. Verder zien we in deze directory ook nog het programma gtest.com staan. Ook dit is interessant, omdat we daarmee het gebruik van de muis kunnen testen. Daarom gaan we deze beide bestanden kopiëren naar de hoofddirectory van onze harde schijf C. We typen daarvoor in copy gmouse.com c dubbele punt en een backslash als teken dat die naar de root of hoofddirectory moet. De computer kopieert dit bestand. Vervolgens doen we hetzelfde met het bestand gtest.com en ook dit bestand wordt naar de harde schijf gekopieerd. Gaan we nu terug naar deze harde schijf en typen dir in, dan zien we daar beide programma's terug. Typen we nu gmouse1 na de C-prompt in, dan wordt de muisdriver automatisch geactiveerd en de computer wordt erop gewezen dat de muis op communicatieport 1 te vinden is. Zit de muis op communicatieport 2, dan typ je een 2 in. In principe werkt de muis nu, simpeler kan het niet. Of het inderdaad zo is, kan getest worden met het zo even gekopieerde programma gtest.com. Tik je gtest in, dan komt er een getekende muis tevoorschijn. Met behulp van de muis kun je dan uittesten of de 2 of 3 beschikbare muisknoppen werken. U ziet het, de muis doet het. Het muisbesturingsprogramma zit nu in de hoofddirectory van de C-schijf. We zouden het echter ook bij de DOS-directory kunnen onderbrengen. Het is wel zo dat iedere keer als we opnieuw starten, de muisdriver geactiveerd moet worden.
Daarom is het handig in de batchfile van de Teliac-software op te nemen dat er gebruik gemaakt wordt van een muis. Hoe dat gaat, laten we nu zien. We staan nu in de hoofddirectory van de harde schijf en door CDTS in te typen gaan we naar de directory waar de Teliac-software in zit. Geven we nu een dir, dan komt de directory van dit programma tevoorschijn. Er staan weer heel wat subdirectories in, onder andere van hoofdstuk 1, 2, 3 enzovoort, en van een aantal systeembestanden van het programma, zoals system, boot en printer. Verder staan er twee batchfiles in. Het batchfile dat we nu nodig hebben is tsbat. Via type ts.bat gaan we eens kijken wat erin staat. Er staat echo off, wat zoals we vorige les zagen zoveel wil zeggen als laat me maar niet zien wat je doet. Dan cls, wat clear screen of maak het scherm schoon betekent. Vervolgens echo Teliac software, dus de computer moet even laten zien dat het hier om de Teliac software gaat. En daarna komen nog wat paden die gevolgd moeten worden om de systeemprogramma's te vinden, zoals boot, exe, fastlib enzovoort. Vervolgens staat er Teliac %1, dat in dit geval betekent dat hij zelf maar even naar de benodigde grafische kaart moet zoeken. Deze batchfile is prima geschikt voor computers zonder muis, waarvan ook de grafische kaart geen problemen oplevert. Maar wij hebben nu wel een muis. En de grafische kaart, in ons geval een EGA-kaart, moest, zoals u nog uit de vorige les weet, aangegeven worden met de parameter E van EGA. Daarom is het zeer zinvol deze batchfile wat te gaan veranderen. Daarvoor moet die helemaal opnieuw ingetypt worden. En dat gaat als volgt. We typen in copy con, wat zoveel betekent als kopieer vanaf het toetsenbord, ts.bat en geven een return. Dan gaan we de batchfile opnieuw invullen. Echo off is oké, cls ook. Dan typen we in ga terug naar de hoofddirectory, dus cd backslash, en haal daar het programma gmouse op. We typen daarom in gmouse 1, omdat we de muis op communicatieport 1 aangesloten hebben. Vervolgens kan het programma weer terug naar de Teliac software directory, dus tikken we in cdts. Daarna is de batchfile een stukje in orde, dus we typen echo Teliac software, boot exe fastlib, boot exe linklib. En tot slot veranderen we Teliac %1 in Teliac E om de juiste grafische kaart te selecteren. Deze batchfile wordt daarna opgeslagen met Ctrl-Z. De computer geeft aan dat er één bestand gekopieerd is en we kunnen nu even gaan checken of deze batch werkt. We doen dit met Ctrl-Alt-Del, omdat hiermee het hele RAM-geheugen van de computer leeggegooid wordt en we daarmee helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat is de beste controle. De C-prompt verschijnt en we zeggen CDTS. Dus ga maar naar de directory van de Teliac-software. En vervolgens typen we TS in als teken dat hij de TS-batchfile die we zo even gemaakt hebben moet uitvoeren. De computer gaat aan het werk en zoals u ziet werkt alles prima. We krijgen geen foutmelding over de grafische kaart en de cursor van de muis kan over het openingsscherm van de Teliac-software bewogen worden. Heeft u geen muis en bent u ook niet van plan om die aan te schaffen, maar heeft u wel het probleem met de grafische beeldschermkaart, dan kunt u deze ts.bat uiteraard ook veranderen. U corrigeert hem dan door Teliac %1 te vervangen door Teliac E, als het een EGA-kaart is of een andere letter voor een andere kaart. Zo, het Teliac-programma is nu helemaal geïnstalleerd en daarom gaan we nu eerst eens kijken hoe dit programma op basis- of systeemniveau werkt. Om het voor u leesbaar te houden doen we dit soort demonstraties in deze cursus in een wat grovere grafische mode en in zwart-wit. Als de Teliac-software is opgestart, verschijnt er, zoals we gezien hebben, dit openingsscherm. Omdat het programma inmiddels geïnstalleerd is en we ook geen demonstratie willen, kiezen we voor A, start.
Heeft u geen muis, dan typt u een A in. Heeft u wel een muis, dan gaat u met het pijltje, dat is de muiscursor, naar A en klikt op de linker muisknop. Het programma is nu definitief beschikbaar. Op het scherm staan in vierkante vlakjes een aantal van de directories die we zo even ook al bij MS-DOS in de TS-directory zagen. Zoals hoofdstuk 1, 2, 3 enzovoort. In deze vakjes ziet u de programma-onderdelen van de Teliac-software die in deze hoofdstukken gebruikt worden. Zo zien we bij hoofdstuk 3 in het vlakje kleine icoontjes met de tekst Word en de tekst Print. Dat wil zeggen dat wanneer we dat hoofdstuk zouden binnengaan, automatisch de tekstverwerkings- en printmodule van het programma actief worden. Hoe kun je nu deze hoofdstukken selecteren? Dat kan op twee manieren. Mogelijkheid 1 is met de cursor toetsen. Naar rechts, naar beneden, naar links en naar boven. Na zo'n selectie verschijnt er om het vierkante vlak een schaduwrand. Voor de duidelijkheid maken we deze ook even buiten de hoofdstukken zichtbaar. Van mogelijkheid 2 kunnen alleen de bezitters van een muis gebruik maken. Deze plaatsen het pijltje op het betreffende hoofdstuk en klikken op de linker muisknop. Ook hier verschijnen dan schaduwranden. Na deze selectie moet nog bevestigd worden dat je inderdaad het hoofdstuk binnen wilt. Je kunt daarvoor op de Enter-toets drukken of gebruik maken van de rechter muisknop. We doen dit echter niet, want we willen u nog een snellere manier laten zien. Je kunt ook met het cursorpijltje naar hoofdstuk 3 gaan en vervolgens onmiddellijk op de rechtermuisknop drukken om deze selectie te bevestigen. Het programma laat dan automatisch dit hoofdstuk in met de daarbij horende modules Word en Print. We gaan dit hoofdstuk echter weer verlaten, want we willen u eerst nog wat van het hoofdscherm laten zien. Daarvoor drukken we op de Escape-toets en boven in het scherm verschijnt een regel met menus en een klein driehoekje. De diverse menus kunnen benaderd worden door de cursortoetsen naar links en naar rechts te gebruiken. Het driehoekje beweegt mee. Muisgebruikers kunnen het met de muis bewegen. Wij kiezen nu voor TS en geven een druk op de Enter-toets of op de rechtermuisknop. Er komt een zogenaamd pull-down-menu tevoorschijn en daaruit kiezen we voor einde door met de cursortoetsen of de muis naar dit woordje einde te bewegen. Er verschijnt een lichtbalkje achter dit woordje om aan te geven dat deze keuze geselecteerd is. Drukken we nu opnieuw op de Enter-toets of de rechtermuisknop, dan wordt deze keuze bevestigd en zijn we terug in het hoofdscherm. Over het gebruik zonder muis staan nog wat extra tips in de handleiding van de Teliac software. Wij zullen in deze cursus nu verder de demonstraties voornamelijk met gebruik van de muis geven. U heeft gezien dat het voor de inhoudelijke werking van het programma niet veel uitmaakt. In veel gevallen zal het zelfs zo zijn dat muisgebruikers na wat ervaring met het programma beide mogelijkheden door elkaar gaan gebruiken. We gaan nu weer verder met de basisprincipes van het Teliac programma. In de nu volgende demonstratie gaan we nader in op de menus van het hoofdscherm van de Teliac-software. We selecteren het meest linkse menu TS. Hieronder verschijnt uiteraard weer het pull-down-menu met diverse keuzes. We gaan ze stuk voor stuk eens langslopen. Allereerst info. Hier wordt de informatie gegeven over onder andere de versie van het programma en de programmeurs. Met de Escape-toets kun je deze info verlaten en opnieuw voor TS kiezen. Daaruit selecteren we nu de vraagbaak. Met behulp van deze vraagbaak kunnen berekeningen gemaakt worden of formules ingevoerd. Tik je in 3x100 en geeft een enter, dan komt eronder het getal 300 te staan. Via de keuze assistent of door het indrukken van de F10-functietoets kunt u terugkomen in het startmenu, als u bijvoorbeeld toch nog even snel een demonstratie wilt. Maar dat doen we niet, wij kiezen weer even voor A. Dan de keuze klok. Hierachter staat een pijltje en dat wil in dit programma zeggen dat er nog een submenu onder ligt. Zoals u ziet is hiermee de tijd, zoals die via MS-DOS op uw computer staat, aan of uit te zetten. Staat er achter deze keuze een vinkje, dan staat die aan.
En dat ziet u dan rechtsonder op uw scherm. Wilt u hem uit hebben, dan klikt u nog een keer op deze keuze en dan verdwijnt het vinkje en ook de tijd rechtsonder op het beeldscherm. Via alarm kunt u verder als het ware de wekker zetten. Typt u een bepaalde tijd in, dan wordt u gewaarschuwd op dat tijdstip met een waarschuwing op het scherm en een doordringend toontje. Zit u in een module, zoals net bij Word en Print van hoofdstuk 3, dan gaat u met einde alleen maar terug naar het hoofdscherm. Maar zit u net als hier in het hoofdscherm, dan verlaat u met de keuze einde het programma en komt in DOS terecht. Overigens, als we nu een dir geven, dan ziet u dat we nog in de directory TS zitten en niet in de hoofddirectory van de harde schijf. Het is maar even een weet. We gaan het Teliac softwareprogramma weer in door voor A start te kiezen. We kiezen nu voor programma's in de menuregel en in dit menu ziet u het merendeel van de programma's die u met de Teliac software kunt gebruiken. Dan treffen we in de menuregel nog een menu aan, namelijk de lijst. Openen we deze, dan zien we achter eerste staan dat de directory TS van de harde schijf C actief is. Daarvan zien we dus ook de subdirectories in de vorm van hoofdstuk 1, 2, 3, 4 enzovoort, als vierkante vlakjes op het scherm staan. Zou je op het scherm willen zien wat in een andere directory of op een andere schijf staat, dan kan dat ook. Je klikt dan op C, dubbele punt, / TS en typt er iets anders voor in de plaats. Bijvoorbeeld C, dubbele punt, / teksten. En je krijgt de hoofdstukken op het scherm uit deze directory teksten. Door vervolgens weer C, dubbele punt, / TS in te typen, krijg je het hoofdscherm weer terug. Zo kun je ook in deze lijst de A-drive actief maken door deze aan te klikken. En de hoofdstukken van de schijf die in drive A zitten verschijnen op het scherm. Door opnieuw de TS-directory van schijf C in te typen, kun je ook dan weer terug naar het hoofdscherm. Ook kun je van beide, de TS-directory en schijf A, een lijst op het scherm krijgen. Je typt dan achter tweede is A dubbele punt. En beide lijsten verschijnen naast elkaar op het scherm. Links de TS-directory en rechts de hoofdstukken van de A-schijf. Rechts van beide lijsten zitten balken. En je kunt door deze lijsten heen schuiven door zo'n balk met de muis te selecteren en de muisknop in te drukken. Overigens kan het ook met behulp van de cursor toetsen. Willen we vervolgens weer één lijst op het scherm hebben, bijvoorbeeld de lijst van het hoofdscherm, dan kiezen we uit het menu Lijst voor Uit. Wellicht even ten overvloede, op deze lijsten kunnen alleen directories getoond worden die met de Teliac-software gemaakt zijn. Andere directories worden op het scherm niet als vierkante vlakjes getoond. Dan heeft u nu nog het menu Opties van ons te goed. Allereerst is daar de keuze Wissen. Je kunt deze selecteren uit het lijstje, maar ook kun je wissen door op de Shift- en Tab-toets te drukken zonder het menu binnen te gaan. Het is een gevaarlijke keuze, want je kunt er een per ongeluk geselecteerd hoofdstuk mee wissen. Vandaar ook dat de computer even waarschuwt en vraagt of je zeker weet dat er gewist moet worden. Wij willen dit niet en drukken op de N van nee en er gebeurt verder niets. Dan zijn we nu toe aan de volgende keuze, kopie maken. Hiermee kan bijvoorbeeld hoofdstuk 1 gekopieerd worden. Moet dit naar dezelfde lijst of directory, dan moet het bestand wel even een andere naam hebben, anders wordt het oude hoofdstuk 1 geheel overschreven. En er is dan natuurlijk eigenlijk geen kopie gemaakt. Moet het naar een andere lijst gekopieerd worden, bijvoorbeeld de floppy in drive A, dan moeten beide lijsten op het scherm beschikbaar zijn. Dit hebben we nu even buiten beeld gedaan. Nu kan het geselecteerde hoofdstuk naar de tweede lijst gekopieerd worden. In dat geval geeft de software u de mogelijkheid de naam eventueel te wijzigen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Daarna kopieert hij de zaak en verschijnt in de tweede lijst hoofdstuk 1.
Dan hebben we nu uitsluitend de eerste lijst weer op ons scherm en opnieuw voor het menu opties gekozen. Daar staat nog de mogelijkheid om de naam van een hoofdstuk te wijzigen. Dat laten we niet zien, want dat wijst zich vanzelf. Alleen moet u zich wel aan de regels voor bestandsnamen van MS-DOS houden, anders raakt de zaak van slag. Dan de volgende keuze, info. Hieronder kunt u informatie krijgen over hoeveel directories een geselecteerd hoofdstuk bevat, hoeveel files deze directories hebben en tot slot hoeveel kilobytes geheugen dit alles in beslag neemt. Met installeer kunt u het programma opnieuw installeren naar een andere drive of directory. Maar we denken niet dat u daar veel gebruik van zult maken. Tot zover een heel verhaal over de bovenste menuregel. Onder op het scherm staan ook nog wat zaken die van nut kunnen zijn. De escape-toets kennen we al. Daarmee komt de bovenste menuregel tevoorschijn. Met het indrukken van de F1-toets kunt u contextafhankelijke hulpinformatie oproepen. Dus bijna alles wat in deze demonstratie besproken is en u niet meer weet, kunt u behalve in de handleiding ook nog beknopt in het programma zelf terugvinden met deze F1-toets. Op de F3-toets gaan we nu niet in. Die is voor het plaatsen van accenten bij onder andere tekstverwerking. Dan tot slot de F10-toets. Hiermee roept u, zoals we al eerder zagen, het openingsscherm op, voor als u bijvoorbeeld tussendoor een demonstratie wilt. Tot zover de Teliac-software op basis- of systeemniveau. We gaan nu verder met tekstverwerking. Wat tekstverwerking allemaal inhoudt, vindt u terug in het cursusboek, maar je zou kunnen stellen dat het alles is wat met het invoeren en bewerken van tekst te maken heeft, zoals het typen van brieven, rapporten en verslagen. In de nu volgende demonstratie maken we een begin met de behandeling van de mogelijkheden van de tekstverwerkingsmodule. Voor deze tekstverwerkingsdemonstratie selecteren we hoofdstuk 3 uit het hoofdscherm. In het vlak van dit hoofdstuk staan, zoals we net ook al zagen, twee icoontjes, namelijk van de Word- en Print-module. Deze modules worden automatisch geladen als we op de Enter-toets of rechtermuisknop drukken. Na het inladen staan beide modules op het scherm. Word onder en Print boven. De Word-module kun je gelijk gebruiken. Deze is dus actief. Je ziet dit onder andere aan het feit dat het woordje Word scherper is dan het woordje Print. Dat is wat bibberig en ook de belijningen zijn bij de Print-module niet zo scherp. Print kun je actief maken door op de F9-toets te drukken. Deze wisselt de modules. Door opnieuw op F9 te drukken, wordt Word weer actief. Door op F7 te drukken, kun je het scherm van de actieve module beeldvullend maken. En door op F8 te drukken, krijg je de oude situatie weer terug. Al deze schermwisselingen kunnen ook nog op een andere manier. Namelijk door gebruik te maken van de kleine vierkante icoontjes rechtsboven. Door bijvoorbeeld op het grootste blokje in het midden te drukken, wordt de actieve module beeldvullend. En met het kleine balkje links wordt de module piepklein. U moet met al deze mogelijkheden maar eens zelf experimenteren met behulp van de handleiding in het cursusboek. Datzelfde geldt ook voor het verschuiven of vergroten en verkleinen van de actieve module. Dit kan met de haken die op de uiterste hoeken van het werkvlak zitten. Je moet deze dan selecteren en de muisknop indrukken. Zo kun je de zaken op de gewenste plaats zetten of de gewenste grootte geven. Wij gaan via F8 terug naar de uitgangssituatie en maken de tekstverwerkingsmodule met het middelste blokje of F7 beeldvullend. Achter het zwarte blokje, de tekstcursor, kunnen we nu tekst gaan intypen. Dit intypen van de tekst gaat praktisch op dezelfde manier als bij een schrijfmachine, maar een tekstverwerkingsprogramma heeft veel extra mogelijkheden. Zo staat het programma standaard ingesteld op 64 tekens per regel. Daaronder verstaan we niet alleen letters of cijfers, maar ook spaties. Als er 64 tekens getypt zijn, springt de tekst automatisch naar de volgende regel. Dit wordt bij tekstverwerking wrap around of word wrap genoemd. Willen we niet dat deze automatische regelomloop plaatsvindt,
dan moeten we bijvoorbeeld aan het einde van een zin de return-toets indrukken. Het cursorblokje springt dan naar het begin van de volgende regel en we kunnen gewoon verder typen. Eventuele fouten kunnen met de backspace-toets van achter naar voren gewist en gecorrigeerd worden. In het midden van de tekst kan ook gewist worden. Je gaat bijvoorbeeld met de cursor op de N van het woordje nu staan en drukt op de delete-toets. Je kunt dan in plaats van nu vandaag intypen. Dit gaat prima als de insert, in het Nederlands invoegmode, zichtbaar in de bovenste regel van het scherm, de zogenaamde statusregel, aanstaat. Deze invoegmode valt aan en uit te zetten door op de insert-toets te drukken. Zetten we de insert-mode uit en gaan we werken, veranderen in oefenen, dan ziet u dat de tekst overschreven wordt en er zelfs goede stukken tekst kwijtraken. Het is eigenlijk het beste de insert-mode constant aan te hebben. Er kunnen dan geen onverwachte en rare dingen gebeuren. We corrigeren dit tekstje even en gaan het opslaan. Dat gaat als volgt. Via de Escape-toets of met behulp van de muis kiezen we voor de menuregel van deze module. Ook hier zijn weer, net als in het hoofdscherm, heel wat pull-down-menu's beschikbaar. In de volgende les behandelen we die verder, maar nu kiezen we voor File en de keuze Opslaan. Dan vraagt de computer onder andere nog of het een Word-file is, een ASCII-file of een WP-file. WP is de afkorting van een bekend tekstverwerkingsprogramma. Er is natuurlijk sprake van een Word-file en die keuze maken we dan ook. We klikken nu achter de N-dubbele punt en kunnen een bestandnaam voor het tekstje invoeren, bijvoorbeeld oefening. N is een afkorting voor naam. Bij de Teliac-software mogen anders dan bij MS-DOS namen van 11 letters zonder extensie worden gebruikt. Vervolgens klikken we op Opslaan tekst en de tekst wordt opgeslagen en staat nu op schijf. En zoals u linksboven in de statusregel achter het woordje File ziet, heeft die nu ook de naamoefening. We kunnen nu met deze oefening verder gaan, maar ook een ander bestand inladen. En dat gaat via de Escape-toets, keuze File, inladen en te zeggen dat het een Word-file betreft. Door nu op de startbrief in het lijstje te klikken en op inladen tekst, krijgt u een stukje tekst dat wij voor u als oefening op schijf hebben gezet. Ja, en met deze startbrief moet u deze week maar eens oefenen met corrigeren, laden en opslaan. Wij gaan de volgende keer verder met de tekstverwerkingsmodule en laten u zien hoe je de tekst kunt opmaken met gebruik van vet, cursief en onderstrepen. In die les ook meer over desktop publishing. Meer informatie over de radioles van deze week hoort u zo meteen nog. Maar voor wat mij betreft graag tot de volgende keer.